Goedemorgen. Ik wil je even onze ochtend het momentje laten zien. Het is zo cute. Check dit trouwens. Ik had vannacht frambozen gegeten. En dat heb ik zo vroeg laten vallen. Dan ga ik nu maar de shirt krijgen. Kijk. Ik wil het laten zien. Het is zo cute. De kiezer zit zo te doen, maar ik ken ze niet aan. Kijk, juist. Zo cute. Dat is een kijkarmpje, ik kan niet. Lekker hoor. Kijk nou even naar die spek. Hier zit. Er zit gewoon een rol midden in de arm hier. Dus bij je pols hier nog een extra rolletje. En bij de bovenarm ook trouwens. Hier zit ook nog een spekje, hè? Ja. Wow, abracadabra. Met haar armpje hier. Nou, echt. Hè? Kijk hier. Dan. Oh, zit ze met die andere. Oh, dat is zo goed. Zie. Oh. Oh. Nee. Nee, je mag me niet opeten. Pas op, anders krijg je vingers in je neus. Baby. En baby. Allemaal baby's hier. We zitten net de hele discussie bij de comments te checken voor wie hem gemist heeft. De vlog is, even kijken hoor. Hoe heet de vlog? Dat ga ik je nu vertellen. 2097. Waarom voedde ik met een schema? Ja, daar is een hele heftige discussie gaande met de ene Kelly die heel erg borstvoeding moedermafia is. Het zit helemaal omheen te draaien. Ja, het is echt. De proef zit ook mee te kletten. Iedereen is ermee in gesprek. Maar ze komt nu nooit meer terug, omdat ze het niet eens is met onze vlogs, maar ook met de reacties en zo. En we zijn allemaal hetzelfde, weet ik wat allemaal. Oké, baby zien. Hem zit erop. En ik heb een nieuwe jurk aan. Kijk. Namelijk deze van H&M. I like it. En de geur die ik opdoe is denk ik Victor en Rolf. Vrouwenboom duo. Deze. En even salade aan het maken van dingen die we in huis hebben, dat houdt in. 9 van 10 keer rucola, blauwbessen, zoogvruchttomaat, quinoa en kikkererwten zitten in de airfryer, die gaan er ook bij. Oeh, lekker. Oké, even eten terwijl zij hier in de draagzak zit. Zo. Heb jij ook honger? Ik herken die move. Wij zijn dus iets aan het bespreken en we hebben het er eigenlijk nooit over in de vlogs. Nee. Bijna nooit. Nee. Wij hebben eigenlijk de hele dag door, buiten de vlogs om, hebben we het over vastgoed en vastgoedingen. Mm-hmm. Gewoon letterlijk, het is geen vlogding, maar het is ook gewoon adressen en dat soort dingen en afmetingen. En je kan dat niet in de vlog delen, want het is gewoon, dat is gewoon... Ik wil ook niet de plattegrond. Hoe graag je het eigenlijk wel wil laten zien. Want hoe leuk zijn dingen verbouwen en dat soort dingen. Maar weet dat dit ons dubbel leven ding is. Dubbel leven. Toch? Een beetje wel. Het is voor mij sowieso wel. Nee, maar ze weten, iedereen weet dat jij daar dingen mee doet. Maar ze weten denk ik niet hoeveel we er eigenlijk... Je kunt het wel zien dan hoe erg wij het dan wel eens ding leuk vinden. Ja, maar gewoon... Oh ja, iedereen zegt dat we Selling Sunset moeten kijken. Maar hebben we gekeken? Eén seizoen. Ja, en ik vind het echt heel leuk. Maar Foe vond het te girly, gossipy, nep. Ja, het gebeurt wel, maar zou ik er echt niet moeten bijwerken. Ja, ik vond het wel geinig. Ik vond het erg The Hills meets Selling... Of The Hills meets Million Dollar Listing, zeg maar. Dus zo kijk ik wel Million Dollar Listing. Million Dollar Listing gaat wel echt meer over het vastgoed. Ja. En is echt... Het schijnt... Die mensen zijn wel echt makelaars ook. Ja, maar die van Selling Sunset ook. Want je ziet die van Selling Sunset Ja, zo leuk. Komen ze bij elkaar langs en zo. Oké, wij gaan weer verder met dit bespreken. Maar ik dacht ineens, ik moet het eigenlijk een keer zeggen.
We hebben het er nooit over. Het is zo mysterieus en zo. Het is alles een boekje, boekje, boekje. Oh my god. Poef. Over 2 weken gaan wij naar ons nieuwe huis. En dan mag de baby niet mee. Nee. Of Mila niet mee. Want bouw en helmen op en dat soort dingen. En er mag geen baby mee. En dat duurt 1,5 uur. Dus wat doen wij met die kleine? Tum, tum, tum. Nou, wie zegt gaat oppassen 1,5 uur? Ja. Wel in de buurt. We hebben zoiets van, we doen dan in de buurt, zei Mila dan bij een koffietentje of zo. En dan, als er ook iets is, dan kan ik gelijk even erheen rennen. En zo. Maar hoe spannend. Het was de eerste keer zonder Mila. Dit wordt echt heel spannend. Dit wordt echt heel spannend. Maar ik vind het wel echt de beste manier om het te doen. Dat we dan niet in een restaurant zitten vol paniek of zo. Maar dat we wel gewoon in de buurt zijn. Even 2 straten verder of zo. En dan gewoon, als er iets is, bel me. Dan kom ik gelijk. En dan is het niet dat je heel ver weg bent. Maar... Ja. Oh, leuk. Dus we zijn helemaal excited. Dat is zo leuk. Het is helemaal, oh, ja, ja, leuk. Ja. Oh. Fun. Ik ben benieuwd hoe we gaan. Oh, we gaan ons helemaal niet focussen op dat inmeten. Nee, echt, we gaan echt alleen maar denken, hoe gaat het met haar? Hoe gaat alles goed? Ja, het is ook niet zo heel lang. 1,5 uur, ja, ik denk dat het wel heel lang voelt. Dat denk ik ook wel. Joh, en als het niet gaat, dan ga ik gewoon weg. En dan je bedoelt, ga als ik het bij jou niet. Ja, dat bedoel ik, dan ga ik bij Michelle. Maar dat is alleen maar bij jou, hè? Want ik denk dat het bij haar gewoon prima gaat. Ja. Jongens, als jullie een entertainment room konden maken, dan gaan we weer, net als die ene keer. Stel, je hebt een entertainment room met een bios en je hebt een bar met snacks en drank en zo. Hoe zou die eruit zien? Zouden jullie zoiets doen? Ik vind dit wel leuk. Kijken. Ja, dat is die ene. Ik vind het wel leuk, maar ik zou het anders doen. Vroeg zo bovenin de alcohol zetten en in de laagjes candy. Ik zou het liefst zo in een hoek en dan de fles zo met licht eronder en zo. Ja. En dan daaronder de kast. Alle M&M's op kleur. En zo'n hotelkoelkastje. Ja. Maar ik zou niet een bar hoeven waar ik achter hoef te staan. Ik vind dit ook prima. Ja, dat is ook prima. Ja. It's burp o'clock. Hey. Ze kijkt zo nooit als ze een boertje moet doen. Zo cute. Yeah. Wat doe je dit toch goed? Wat doe je dit toch goed? Hoofdje optillen. Ja. Kleine froggy van me. Kleine froggy. Wat ben je? Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Oh. Haar. Zo. Je hebt dorst. Je hebt melk. Je hebt geen melk. Je hebt geen melk. Wat goed voor jou. Wat goed voor jou. Wat goed voor jou. Ik ben de hele dag zo zitten. De hele dag, baby, biggie baby, baby, wiens baby doet dat ook? Dan gaat ze knorren als ze wil drinken. Volgens mij wil ze drinken nu, want ik hoor een knorgeluid, dan weet ik hoe laat het is. Of wil je liggen? Ja, we gaan denk ik even lekker drinken. Ik kreeg een aantal comments over onze freezer stash aan melk. Of ik wel eens had gehoord van melk doneren. En dat heb ik zeker. Dat vind ik echt heel erg mooi. Want mijn broertje die heeft gedoneerde melk gehad. Die heeft heel erg extreem eczeem. En de melk bij mama stopte plots. Dus die heeft toen gedoneerde melk gehad. En ik vind het echt fantastisch dat dat kan. Dus dat is absoluut iets wat ik in mijn achterhoofd hou. Mocht ik op een gegeven moment gewoon doorhebben dat het echt te veel is. En dat ik het niet zelf op ga maken. Dan ga ik het doneren voor nu. Ja, voor nu gebruik ik de Hakerkolf. Het is echt bizar hoeveel melk ik daarmee krijg. Ik heb ook zo'n Medela ding. Het is zo'n elektrische kolf. Maar ik moet zeggen dat ik die bijna nooit meer pak. Ik heb altijd die Hakerhuisstop. Het is echt zo'n siliconen ding. Ik heb ook nog eens die neppe. En nu dan ook de echte. Maar ik snap niet dat dit ding niet mega razend populair overal nummer 1 is. Want het is zoveel goedkoper dan zo'n elektrische kolf. En je kan gewoon best veel melk eruit krijgen. Maar ik doe dus zeg maar de haken aan mijn andere borst. En dan heb ik... Aan het eind van de dag heb ik er een paar voedingen uit. En eerst deed ik het dag en nacht. En ik ben nu sinds een paar dagen ben ik gestopt met 's nachts die haker eraan. Dat was best wel veel gedoe. En ja, die vriezer raakt gewoon te vol. Het is gewoon letterlijk, ik heb een luxe probleem. Dan heb ik gewoon te veel melk in de vriezer. Dus nu doe ik gewoon 's nachts niet. En overdag wel. Hiemop. En op een gegeven moment, want vanaf 1 november ga ik weer werken. En dan zal ik wel weer langere dagen hebben dat ik niet thuis ben. En dan kan Gregor steeds een zakje uit de vriezer pakken. Per voeding. En ik moet ook gaan beginnen met rouleren. Dus dat je dan begin je nu vriezervoeding te gebruiken en weer aan te vullen en zo.
Dus dat is een beetje de vriezersituatie. Maar absoluut voor anderen die het niet wisten, je kan het ook doneren. Voor andere mama's die het kunnen gebruiken. Ik weet dat bijvoorbeeld in België is er echt zo'n handel in. Dat je er ook echt geld mee verdient en zo. In Nederland is dat illegaal. Hier doneer je het volgens mij aan het ziekenhuis. Of in ieder geval, je vindt iemand via het ziekenhuis. Zo vast, je kan ook vast via doen. En ja. Nee, ik vind het wel iets moois hebben. Poefje is aan het editen. Kortste vlog ooit. Iets van een minuut nog wat. Gelukkig komen er 2 vlogs per dag. Ik ga even koken en dan gaan we zo meteen heel even wandelen. Het is super lekker weer nog steeds. En nu is het een soort van wel te doen met wandelen, denk ik. Niet te heet. Trouwens, ik ben nu aan het proberen om dus bepaalde dingen niet te eten. Er valt steeds meer af. In ieder geval soja, ui, knoflook, pittig. Te veel gekruid ook niet. Maar er valt best wel veel af. Waardoor hier, dit is een recept en er zitten uien in. Dus die ga ik nu niet eten. Het is dezelfde kleur als hier. Moet je kijken. Camouflage. Wat zit hier nog meer in? Nee, ik kan dit wel allemaal eten. Ja. Echt op een gegeven moment, ik dacht echt gisteren ook, zei ik echt, misschien moet ik maar gewoon aardappel en groente eten zonder kruiden, zonder licht, zonder saus, zonder gewoon blanco. Maar ja, toen herinnerde ik me dat ook heel veel zeggen, inclusief lactatiekundigen, van ja, eigenlijk kan je gewoon blijven eten wat je wil. Het enige is, ik wil het gewoon proberen ofzo. Er zijn een paar dingen die ik nu nog niet eet. En het is maar voor even. Als het goed is zijn die krampen rond de 3 tot 4 maanden weer weg. Dus ja. Oeh, ik ga dit meenemen in een bakje. Gaan we buiten eten. Drink to myself, so I'ma have another. No, I don't need a hint to hold tight. Don't need a love that's all mine. But sometimes I just want somebody. Oké, ik heb broodjes spiedendam gemaakt met ei en spinazie en salade. Ja, we gaan met de kinderwagen. Ik kreeg dus de tip laatst dat dit eraf kan met warm weer. Beter niet dicht kan doen en dit dan ook open, want dan zit het tegen de zon. En dan gaan we even eten. Zo. Waar word je nou mijn speentje? We gaan hier bij een sluis zitten. Super chill plekje. En even het avondeten opeten. Eet smakelijk! Smakelijk! Oh, dit is zo cute. Lekker buiten spelen, lieverd. Ja. Oké, we zijn weer thuis. We gaan lekker een badje doen. Heerlijk, even buiten. Ja. Ik ga de vlog afsluiten. Die kleine ligt in bed. En wij zijn hier aan het chillen. Dus wel rusten. Bedankt voor het kijken. En tot morgen.